Goedemorgen, kijk naar de weersverwachting van weerplaatsen.nl. Boven Nederland zien we wolkenvelden. Sommige plaatsen is de bewolking wel wat dunner, maar laag bij de grond hangt ook bewolking. Er is dus weinig ruimte voor de zon, slechts af en toe breekt ze door. Verder vanochtend vroeg al in het oosten van Brabant een eerste bui. En in de loop van de ochtend en vanmiddag verwacht ik op meer plaatsen buien. En dat kunnen best stevige buien zijn, met lokaal flink wat water en onweer. Maar zo nat als gisteren, dat zal het niet zijn. In het zuiden ook wat kans op zonneschijn en temperaturen van 19 tot 22 graden. Vanavond neemt de buigheid weer af, dan vooral in het noordoosten en oosten nog een enkele bui en dan ligt de temperatuur halverwege de avond rond de 16 naar 17 graden. Morgen ook weer wisselvallig weer, ook dan gaan er weer her en der buien vallen en tussendoor zijn er droge perioden. De bewolking overheerst, alleen in het zuiden verwacht ik van tijd tot tijd zon. Temperaturen hetzelfde als vandaag en ook de windkracht is hetzelfde. In de nacht na zaterdag en zaterdagochtend gaat het lange tijd regenen. Hopelijk wordt het zaterdagmiddag alweer wat droger. Zondag knapt het weerbeeld wel op, dan af en toe zon, maar ook enige tijd regen. En maandag dan nog slechts een enkel buitje en wat meer zonneschijn. Ik ben Michiel Severin van weerplaasta.nl.